De stichting Ronnie Brunswijk voor Groei en Ontwikkeling is vandaag geproclameerd. De stichting moet meer structuur brengen in de sociale activiteiten van Ronnie Brunswijk. Voorzitterschap van Adolfina Keirel, de vrouw van Ronnie Brunswijk. Keirel zegt dat de vicepresident tot vanmorgen niet op de hoogte was van de oprichting. De stichting wil een stimulans zijn voor andere sociale organisaties om meer in actie te komen. En ik kan me geen geval heugen waarbij hij de persoon heeft weggestuurd. Gezegd Mino Abin. Als hij het op dat moment niet heeft, zegt hij, kom terug, kom zo'n dag of kom zo'n tijdstip terug. En als hij het niet heeft, dan verwacht hij wel dat ik het heb. Want dan vraagt hij me soms, heb je zoveel voor me? Of hij belt, ik stuur iemand, geef die persoon zoveel. We zijn een kleine gemeenschap. Maar mevrouw Renfrum, we zijn een liefhebbende gemeenschap. Surinamers houden van elkaar. Surinamers houden ervan om elkaar te helpen. Ongeacht de situatie, als je beroep doet op je medemens Surinamer, door jippie. Wat hun situatie ook is, ze gaan je helpen. Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat zijn familie met deze stichting meer mensen met een beperking wil gaan helpen. Iedere Surinamer kan daarom ook een beroep doen op de stichting. Als we bundelen als organisatie, kunnen we een betere ontwikkeling voor dit land brengen. Vooral, alle stichtingen hebben een richting die ze gaan. Sociale kan, mensen die ondersteuning nodig hebben enzovoort. Dus als we bundelen en we een goede inventarisatie maken, wat Suriname, wat de organisatie nodig hebben, dan denk ik dat we, of jullie, eruit zullen komen. Vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag bij de proclamatie van de stichting Ronnie Brunswijk voor Groei en Ontwikkeling. Het stichtingsgebouw staat aan de Herenstraat in het pand van de Waika.